Goeiedag, het is een behoorlijk onstuimige vrijdag, met name in de kustgebieden. Komen soms zware windstoten voor, tussen de 75 en 90 km per uur. Maar vanochtend is in Noord-Holland zelfs lokaal 100 km per uur bereikt. Nou, inmiddels draait de wind naar het noordwesten, neemt geleidelijk in de loop van de middag en vanavond ook in kracht af. En de zware windstoten zullen uiteindelijk ook gaan verdwijnen. Nou, dat windveld hangt samen met een lage drukgebied. Net ten oosten van ons land trekt de komende uren en vanavond verder richting Denemarken. En wij krijgen dan te maken met een noordwestelijke stroming. Waarin morgen nog een aantal buien voorkomen, dat zien we hier, van over de Noordzee. Maar langzaamaan breidt een hoge drukgebied vanuit het zuiden zich over ons land uit. En dat zorgt zondag voor eigenlijk een hele mooie dag met veel zonneschijn, maar wel relatief lage temperaturen. Na het weekend volgt een nieuw lage drukgebied. Ligt maandag zo'n beetje ten zuiden van Ierland en Engeland. En de regen daarvan zal ons in de loop van maandagmiddag gaan bereiken. En dan staat dus weer een nieuwe portie water op het programma. Nou, ook vanavond regent het eerst nog in eerste instantie. Geldt ook trouwens voor de namiddag, met name in het midden en oosten van het land. Langzaamaan trekt dat regengebied wel naar het oosten. En vanaf de namiddag wordt het in de westelijke regio's in ieder geval droger. En dat zal vanavond dan overal gaan gebeuren. Nou, deze temperaturen van een graad of 15, dat waren de maxima die eerder vandaag bereikt zijn. Tijdens langdurige regenval is het echt niet veel warmer dan 10 of 11 graden. En in combinatie met die wind voelt het dan behoorlijk koud aan. Nou, vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Misschien in het zuidoosten eerst nog een drupje regen en later volgen in het noorden nieuwe buien vanaf de Noordzee. Maar verder dus droge periode met opklaringen en temperaturen die gaan dalen naar 7 graden op de koudste plaatsen in het binnenland. En morgen ziet er dan nog steeds wisselvallig uit. Maar de hoeveelheden regen zijn wel echt een stuk kleiner dan vandaag. We hebben zonnige perioden en vooral in de middag en eerste deel van de avond trekken buien over het land, waarbij lokaal ook onweer of hagel kan voorkomen. Nou, tijdens een bui is het niet verwarmer dan een graad of 10, maar tussendoor, wanneer de zon schijnt, wordt het nog 13 of 14 graden en daarbij neemt de noordwestenwind steeds verder in kracht af. Zondag wordt dan de mooiste dag van het weekend. Het is dan overal droog, met flink wat ruimte voor de zon, met name in de ochtend. We hebben eerst nog wel een koude nacht. In de nacht naar zondag kan het in het binnenland misschien wel afkoelen tot 2 of 3 graden, met ook kans op wat vorst aan de grond. Overdag wordt het een graad of 15 en daarmee is het ook ronduit koel voor eind september. De wind waait meestal uit een zuidwest- tot zuidelijke richting en stelt eigenlijk niet zoveel voor, meestal kracht 2 of 3. Na het weekend volgt dan dat lage drukgebied wat ik eerder noemde met opnieuw regen, met name maandagmiddag en ook dinsdag zal dat het geval zijn. Temperaturen rond 15 graden en de dagen daarna wordt het langzaam weer wat droger, al is een enkele bui nog altijd mogelijk, met middagtemperaturen die iets onder het langjarig gemiddelde blijven liggen. Ik wens u alvast een goed weekend.